De weg van Ede naar Bennekom en van Bennekom naar Ede werd vrijdag 26 april geopend met een alcoholvrije borrel. Het heeft voor buurtbewoners lang geduurd, maar nu kunnen we makkelijk glijden naar het noorden van Ede. Bent u blij dat deze weg nu af is? Ja, zeker. Ja, maar heeft u er veel last van ervaren? Nee, ik niet. Want ik ben niet zo van het wegwezen. Nee, oh, u heeft alles lekker zitten bekijken. Ja, we hebben het wel in de gaten gehouden. Ja. En wat heeft u gezien zoal? Een hoop werkers en die mensen allemaal in de gietregen. Ja. Werken. Het weer werkte ook niet mee. Dat was echt heel moeilijk voor ze, denk ik. Ja, en nu gaat u alle fietsers zien. Het is zo veranderd, ik ken Ede haast niet meer terug hier. Was het een fijne klus? Ja, zeker. Ja, groot werk, dus leuk. Ja. Ja. Zijn jullie tevreden met het eindresultaat? Ja, ik wel. Zeer tevreden, ja. Bent u nou zelf iemand die deze weg ook in gebruik gaat nemen? Nee, weet je waar ik vandaan kom? Nou, dat heb ik geen idee. Hendrik Ido Ambacht. Oh, dus het maakt u ook helemaal niet uit als het mislukt was? Nee, heel eind hier vandaan. Nee, goed. Ja. Mooi breed fietspad. Hebben jullie dat vaker gehad, zo'n breed fietspad? Nee, ik heb het nog niet meegemaakt, zeg maar. Wel 3,5 meter, maar niet 4,50 meter, zeg maar. Wethouder Pater, de doorstroom van Bennekom naar Ede is open. Bent u tevreden? Ja, het gaat nog twee kanten op. Hè. Van Ede naar Bennekom was het al geregeld, zei het in een laag tempo. Straks gaat die beide richtingen 50 gewoon volledig open. Hoogtepunt voor de stad. Ja, hoogtepunt. U zei net, het gaat niet meer de Parklaan heten. Kunt u dat uitleggen? Ja, wij werken met grote projecten altijd met een projecttitel. Zo heette het station, heet de Spoorzone. Nou, vergeet het gelijk. Het is gewoon het nieuwe station Ede-Wageningen. En tot vandaag Parklaan heet aan het begin Generaal Hekketlaan naar Klinkenbergweg. Al die sectoren hebben een eigen naam weer terug. Want het zijn verschillende wegen die we even hebben samengevoegd. Dat is één project, totaal 5 kilometer. Oké, dus er is nog steeds een deel Parklaan. De totale naam Parklaan verdwijnt. Die gaat alleen maar nu in ons gedachten voortleven. Daar denken we aan terug. We gaan een reunie doen over 5 jaar. Maar dat is voor de burger niet interessant. Wat interessant is, we hebben nog wel een park weg in Ede. Wat interessant is, is dat wat Parklaan heette, wordt nu... Het is een soort oostelijke ontsluitingsweg. En die heet op elk deel anders. En het meest trots zijn we op de Generaal Hekketlaan aan het noordelijke gedeelte. Waarom? Nou ja, die hebben we van de week extra aandacht gegeven, die naam. Omdat dat... actueler is dan ooit. Generaal Hekket is natuurlijk een man die een rol gespeeld heeft in de bevrijding van Ede. Ja, daar was ik bij. Het kwartje viel even niet. Ook een snelfietspad. Waarom dat? Nou, als je tegenwoordig een weg ontwerpt, moet iedereen daar schik van hebben. Voetganger, fietser en automobilist. En wat wij willen is dat we vanuit Wageningen naar Ede en andersom en straks ook naar Lunteren... de fietser een ruim baan geven als een soort fietssnelweg. Niet dat die snelheid daar zo hoog is, maar weinig conflicten, weinig oponthoud. Wij willen mensen verleiden om uit die auto te gaan, de fiets op. Dan hebben andere automobilisten natuurlijk ook alleen maar schrik mee. En dat hebben we hier gedaan met steun van de provincie. Ik heb zelf even een stukje van de weg uitgeprobeerd. Het filmpje is versneld. Dus het lijkt alsof ik en de tegenliggers heel hard fietsen en de auto's heel hard rijden.